Al enkele jaren zien we de schoonmakers van de binnenbaan met hun bakfietsen in de wijken. Zij ruimen de troep op die anderen daar laten liggen. En hoe lang doe jij dit nou, als ik vragen mag? Ruim 2 jaar doe ik nu in deze wijk. Leuk werk? Ja, op zich hartstikke leuk. Lekker afwisselend, lekker buiten. En zijn de mensen er blij mee? Super. Ik krijg alleen maar positieve reacties en zo van mensen. Dat de wijk aardig verbeterd is, door ook sinds dat ik hier loop. Ik ben een leidinggevende van het Gijs in Levo. En ik stuur de gluten, de bakwagens, de bakfietsen. En hoeveel mensen rijden hier nou met bakfietsen door de wijk? We hebben momenteel 3 bakfietsen door de wijk heen rijden. Er zijn nog meer in bestelling. Dus er moeten er op de duur 5 gaan rijden. Toen ik hier begon, had ik zoiets van, mijn god, waar ben ik aan begonnen? En wanneer was dat? Wanneer ben je begonnen? Dat was zo ongeveer 2 jaar geleden, 2,5 jaar geleden. Dan was de wijk veel vuiler als dat die nu is. En nu zie je wel verbetering. Het is nog niet wat het moet wezen, maar er is wel iets van verbetering. De binnenbaan houdt zich ook bezig met snoeiwerkzaamheden in de plantsoenen. Helemaal plat? Ja, die mag het uit. Vandaag zijn ze uitgenodigd bij wethouder Van Ekelen. Ja, omdat ze hier de wijk natuurlijk allemaal netjes houden. Het grijze doet natuurlijk de prullenbakken leeg, het vuil. En wij houden alle groen houden wij mooi. Ja, dus dan mogen ze wel voor in het zonnetje gezet worden een keer. Ik ben net nieuw hier bij de binnenbaan. Begin juni ben ik hier begonnen. Dus... Dat is nog niet zo lang. Je vindt het leuk om te doen? Ja, ik vind het heel leuk om te doen. Wat is er leuk aan dan? Je werkt buiten, in de buitenlucht. Marleen, goede begeleidster. Is dat zo? Ja hoor. Ja. Ja, ze staat er nou vlakbij namelijk. Dus ja. De wethouder zette de medewerkers van de binnenbaan in het zonnetje en had ook een verrassing voor hen. Wij hebben dit georganiseerd om jullie te bedanken. Om jullie in het zonnetje te zetten. Dank u. Maar los van dat applaus, want voor applaus kan je niet naar de bakker, zeg ik dan maar. Hè? Dan kan je niks verkopen. Willen we jullie ook graag iets overhandigen. En we hebben voor jullie allemaal een bon. En die kunnen jullie besteden bij een ondernemer hier in onze mooie gemeente. Bedankt voor het werk. Graag gedaan. En ga zo door, zou ik ook willen zeggen. Hè? De binnenbaan die ruimt echt de rommel op straat op. En dat zie je toch wel, dat was enorm. Ik zeg niet dat het nu helemaal weg is, maar het is echt veel en veel beter geworden. Dus het leefklimaat, de leefbaarheid in Leidschendam-Voorburg is er super op vooruit gegaan. 2 jaar geleden zijn we daarmee begonnen. En nu hebben we er inmiddels 4. En wat je ziet, door de loop van de tijd zijn er steeds wijken bijgekomen. Dus Voorburg Noord, Voorburg Midden, met name natuurlijk ook de Prinsenhof. En we hebben steeds dat gebied uitgebreid. En nu, zoals je ziet, 4 bakfietsen. Ja, dat geeft ook aan dat het een succes is. Het is een succes en het is ook hard nodig. En daarom ben ik ze ook zo dankbaar dat ze door weer en wind de fiets opgaan of de auto instappen om Leidschendam-Voorburg schoon te houden. Ja.